kabinet Rutte. Nee, kabinet Krukken. Dat is het tegenwoordig. Ja, en, niks, en helemaal niks anders. Hoe kan het nou gebeuren? Hoe is het nou toch in godsnaam mogelijk? Dat je je laat piepelen door een klein actiegroepje. Gewoon omdat je te bedonderd bent om even goed op te letten welke wet je moet hebben om die avondklok door te voeren. Daar heb je dan toch mensen voor. En als die mensen dat dan niet zien of niet weten, dan huur je gewoon juristen in of mensen die van de wet weten. En dan is het geregeld. Nee, nu, hup, komt er zo'n actiegroepje en er moet een heleboel in de war. Iedereen in paniek, terwijl je je... Als je nou gewoon al je aandacht zou geven aan het inenten. Het prikken. Beste vrienden van kabinet Krukken. Doe dat nou eens. Ga daar nou eens een keertje serieus mee aan de slag. Dit is toch niet te veel gevraagd, of wel? Weet je nog hoe dat allemaal begon? Het was een verkeerd testen en dat kon niet. En dan had je geen teststraten en dan moest je 40, 50 kilometer wegrijden om je te laten testen. En dan kreeg je pas 4 dagen later kreeg je uitslag. Zo is dat allemaal begonnen. En toen had je ook nog niet eens contactbron en contactonderzoek. Daar hadden jullie dan weer geen mensen voor. Nou, al dat gekruk. En daarom heten jullie ook kabinet Krukken. Nou ja, in ieder geval demissionair kabinet Krukken. Zo moet ik jullie noemen. Ja, luister. Elke dag was er wel iets aan de hand. En toen moest het gaan gebeuren. Hè? Toen hadden we te weinig vaccins. Daar begon het al mee. Toen begonnen we als allerlaatste in de wereld ongeveer met prikken. Dat waren wij, Nederland. En dat kwam ook omdat er dus niet echt een plan was. He? Waar moesten we naartoe? Waar moest er geprikt worden? Ineens moesten we allemaal bij de huisartsen. En dat kon weer niet, want het was min 70. En dat wisten ze al maanden van tevoren. En maar krukken, en maar krukken. En zo ging dat maar door. En uiteindelijk hadden we dan de locaties. He, gelukkig. Maar toen hadden we weer te weinig mensen om te prikken. En toen, uiteindelijk hadden ze ook weer geen naalden om te prikken. Dus die mensen werden allemaal weer naar huis gestuurd. Daarna stonden de bejaarden volgens mij in de kou urenlang te wachten tot ze eindelijk eens een keer geprikt konden worden. En zo krukken we maar door. Ja, ik schiet af en toe een beetje in de lach. Maar het is niet om te lachen hoor. Nee, totaal niet. Kijk naar die lijst bijvoorbeeld. Waar al die landen op staan die aan het prikken zijn, heb ik het nog niet eens over Israël, want die hebben bijna iedereen al een injectie gegeven. Maar wat dacht je van Engeland? 1,5 miljoen prikken per dag. Per dag. En wij hebben tot nu toe pas 800.000 mensen een prikje gegeven. Wat denk je van landen als die ver boven ons staan? Malta. Sinds wanneer worden wij geklopt door Malta? Pardon zeg. En wat is hem? Denemarken staat ook boven ons. Wat hebben die Denen wat wij niet hebben? Alsjeblieft zeg. En dat komt allemaal door kabinet Krukken. Je had toch makkelijk professionals kunnen inhuren om dat helemaal uit te rollen. Dat hele prikschema. Want dat is gewoon een praktisch gebeuren. Dat moet je niet overlaten aan mensen bij het ministerie van Gezondheidszorg en noem maar op. Dat zijn gewoon stoffige ambtenaren. Die staan niet met de voetjes in de werkelijkheid. Die weten toch helemaal niet hoe dat gaat in de praktijk. Dat moet je gewoon mensen voor nemen die dat kunnen. Militairen, vraag die nou. Die rollen zo'n programma zo voor je uit. Wat denk je van mensen die bij de tv werken en in de film die productie doen? Die kunnen dat in no time zo van de grond trekken. Zo'n heel gebeuren. En wat denk je van mensen die concerten en evenementen organiseren? Die mensen die lachen daarom. A, B, C. Dus, als je dat nou had gedaan, kabinet Krukken. Demissionair kabinet Krukken. Als je dat had gedaan, allemaal. En als je had gefocust gewoon op het prikken en het vaccineren. Want als we dat nou doen, want dat is de weg. Hoe je het went of keert, dat is de weg naar onze vrijheid. En terug naar het normale leven. Dus doe dat nou.
concentreer je op het vaccineren, dan had je ook nu die hele avondklok waarschijnlijk niet nodig gehad. Daar zit het hem. Dan had je dan helemaal niks avondklok gehad. Nee, gewoon dit. Hé, prikken. En de verkiezingen komen er nu aan. En nu heeft iedereen eigenlijk deze keus. En dat is, wil je meer of minder kabinet Krukken?